zin om vandaag weg te gaan. Leuke dingetjes doen. Ja, Owen. Maar we moeten wel nog eventjes wachten op een vriend van mij. Op wie dan? Op Jeroen. En wie is dat? Jeroen, dat is een vriend van mij. Hij is als beroep detectieve, maar hij houdt ook soms wel eens een beetje meer van personeelsuitjes en spelletjes. Maar hij is wel een opstandige jongen. Oftewel een rustige jongen. Net zoals Rinel. En wij gaan dus samen met die Jeroen een privéuitje boeken. Nou, dat is best wel leuk. Maar één vraagje, Ricardo. Hoe laat komt hij eigenlijk? Het is nu 11:45, Jeroen. Over een minuutje zal Jeroen direct bij ons op de deur kloppen. Nou, dan mag je maar snel opschieten, want ik kan haast niet wachten om lekker te gaan doen waar ik zin in heb. Wie is daar? Ik ben het, Jeroen, oftewel J100. Dan geloof ik dat wij de goede persoon voor de deur hebben, Owen. Want ik denk dat dat Jeroen is. Ik zal hem maar alvast binnenlaten. Ho, Ricardo, er staat niemand voor de deur. Jij zei dat er iemand voor de deur staat. Nou, je hebt gelogen. Er staat niemand voor de deur. Ik ben bang. Owen, doe niet zo dramatisch. Jeroen is er zeker wel. Maar ik zie hem niet. Wacht maar af. Jeroen komt altijd met verrassingen naar binnen, hoor. Let maar op. Ik ben J100, J100, in orde baas. De jongen die nooit pech heeft. Oeh, leuk hè? Nou, ik vind het helemaal niet grappig. Dit is maar een flauwe grap hoor. Ik kan er niet eens om lachen. Ja, maar Owen, je moet toegeven, Jeroen kan best wel hele goede mopjes vertellen. Ja, en J100 heeft nooit pech. Ik ben blij dat je er eindelijk bent, Jeroen. Nou ja. Bedankt, hè. Het was me waar genoegen. Let maar toevallig niet op Owen. Hij is gewoon een beetje jaloers omdat jij hier bent. Nee, dat is niet erg. Ik hou wel van zo'n klein jongetje. Oké. Jeroen, voordat we gaan bespreken wat we vandaag gaan doen, heb je toevallig dorst? Nee, ik heb helemaal geen dorst, Ricardo. Het is wel leuk aangeboden, maar ik hoef echt niks te drinken, hoor. Ik zou veel liever beginnen met ons privé-uitje. Waarom dan niet, Jeroen? Ik heb trouwens de plattegrond al klaarstaan. Zullen we maar alvast naar de tafel gaan? Waarom ook niet? J100 is er helemaal klaar voor. Oké dan, op naar de tafel. Ha, wat een waardeloze jongen. Met hem kan ik echt niet lachen. En ik vraag me trouwens af wat hij graag wil doen. Nou, misschien horen we dat over hem. Laat ik maar ook eens naar de tafel gaan kijken. Oké, Jeroen, omdat jij hier als gast bent bij ons thuis en omdat jij de enige bent die alles weet over personeelsuitjes en privéuitjes, mag jij dus bepalen wat wij vandaag kunnen doen. Nou, ik heb als personeeluitje zo gedacht dat we hier anders van via jouw huis naar de rotonde lopen en dan nemen we deze afslag zo naar de bowlingbaan, want ik wil gaan bowlen. Wat denk je daarvan? Goed idee, Jeroen. Dat is namelijk dus ons personeeluitje voor vandaag. Wij gaan met z'n drieën bowlen. Dat vind ik een goed idee, Ricardo. Want ik wil potverdorie bowlen. Ik wil bowlen. 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 Wil potverdorie bowlen. Eén kegeltje en nog een kegeltje. Oh, kijk daar. Dan komt een strijk aan. Hij steelt mijn roon. Wat een oen. Zo meteen wat hij de kampioen. Ik wil bowlen. Wil potverdorie bowlen. 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 Hier is mijn volgende suggestie, Jeroen. Als we nou eerst eventjes gaan fietsen, dan huren we een fietsbike en daarna gaan we meteen naar de dierentuin. Nee, ik wil niet naar de dierentuin. Ik wil liever gaan bowlen, want ik wil bowlen. Wil potverdorie bowlen.
Ik wil bolen! Wil potvat nog niet bolen? Ik wil bolen! Wil potvat nog niet bolen? Ik wil bolen! Wil potvat nog niet bolen? Hé hey Jeroen, we kunnen naar de kermis gaan! Nee, nee, ik hou niet van de kermis. Weet je wat ik wil doen? Nou? Ik wil bolen! Wil potvat nog niet bolen? 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 Heb je dan geen ander suggestie of zo? We doen dit nu al heel vaak. Ik voel me erg dood. Ja, want ik wil heel graag naar de kermis. Want je weet niet eens wat je daar ziet. Oh, Owen, Jeroen gedraagt zich nu al een beetje vreemd. Ja, dat vind ik ook. Wat kunnen we nu nog doen? Dat weet ik niet. Hij wil alleen maar bolen. Nou, ik zal hem eens tegenspreken. Ik zal eens zeggen wat ik ervan vind. We eten eerst frietjes in de frituur. Daarna gaan we door met de auto naar de stad. En in de stad doen wij leuke inkopen. En dan mag je kiezen wat je wilt doen. Nee, ik hou niet van inkoop doen. Ik heb alles onder mijn bezit. Het enige wat ik wil doen is bolen. Want het leukste vind ik... Ik wil bolen! Wil potvat nog niet bolen? 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 Oh, Jeroen, ik heb iets beters wat we zouden kunnen doen. Oh ja? Het golven, vinden jullie dat leuk? Oh ja, dat lijkt me uitstekend! Ik wil golven! Wil potverdorie golven? 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 Joepie, een hole one! Nou Ricardo, dit privé-uitje is echt geweldig! Alleen jammer dat we constant alleen maar hebben gebold, maar toch wel een goed idee gevonden dat we ook nog gingen midgetgolven. Ja Jeroen, ja, als we alleen maar gingen bowlen, dan deden we altijd alleen maar hetzelfde. Ja, en dat was dan anders wel heel saai. Oeh, dat is leuk zeg.